Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Ik wil maar gelijk beginnen over de elephant in the room, over Steven Berghuis. Mm-hmm. Want hoe staat het er nou voor? Ja, zoals nu, dat is, dat ligt eigenlijk in de handen van de juristen. Dus daar kan ik eigenlijk helemaal niks over zeggen. Maar dat is wel een goede vraag, uiteraard, omdat iedereen vraagt daarna. En dat is begrijpelijk, want dat is een hele goede voetballer. Was misschien de beste speler van Feyenoord vorig jaar. 18 goals, 12 assists. Dus dat is normaal dat je zo'n vraag stelt. Maar ik kan geen antwoord geven over hoe het die gang van zaken is momenteel. Alleen dat het aan de juridische afdeling. En zij zijn samen met die partijen aan alles te bespreken. Ja, snap ik. Nu ben ik wel benieuwd. Zijn vakantie loopt natuurlijk bijna af ook. Wat is dan de gang van zaken? Moet hij zich wel gewoon melden op de club of is dat ook geen optie? Nou, dat laten we dat bekijken wel. Dat is iets wat de juristen, die zijn ermee bezig. En dan maar dit is over 3 dagen toch ongeveer zo'n beetje? Maandag nou, geloof dat hoeft ik. Niet, dat hoeft niet. Nee? Nee, dat hoeft niet. Dus dat moeten we moeten gewoon bekijken. De hele situatie. Is het überhaupt mogelijk, Frank? Want je zegt de zaak ligt in handen bij juristen. Mm-hmm. Dan ga ik al denken, heb je nog een werkbare situatie? Kan iemand daarna gewoon zo'n kleedkamer weer binnenlopen, bij zijn werkgever weer binnenstappen? Is het überhaupt mogelijk dat hij blijft? Hij heeft een jaarcontract bij Feyenoord. Meer kan ik niet zeggen. Dus dat is het. Of het mogelijk of onmogelijk is, dan laat hij gewoon in midden. Kan je iets zeggen over de verwachting wanneer je denkt dat er wel duidelijkheid is? Nee, dat kan ik niet, omdat zoals je zegt, ik ben niet in het proces aanwezig. Wel vervelend toch, dat een speler die 5 jaar bij Feyenoord heeft gezeten, alles hier heeft meegemaakt bij deze club, dat het dan op deze manier zeer waarschijnlijk eindigt? Met juristen? Nou, ja, ik heb zelfs heel veel meegemaakt in mijn leven. Hè? Dus in de voetbal, en dat gebeurt. Daar ga je mee en dan ga je gelukkig weg. Soms ga je minder gelukkig weg. Soms wil een club ook van iemand af. Soms wil een club dat hij graag blijft. Dat zijn allemaal dingen die gebeuren. Maar dat is inderdaad, dat is niet leuke dingen. Dat wil ik ook wel zeggen. En dan spelen ook nog eens de extra sentimenten een rol, natuurlijk juist omdat het van Feyenoord naar Ajax is. Of komt het misschien juist daardoor überhaupt dat het een zaak is? Nee, dat staat daar los van. Ja? Nee, dat is iets met de contracten natuurlijk. En dat ligt zoals ik zeg aan de juristen. Of dat die club of dat de andere club is. Sorry dat ik je onderbreek, maar als het Wolfsburg bijvoorbeeld nu was geweest, dan was er toch geen issue geweest. Dan was hij toch al weg. Het is toch omdat het een concurrent is? Als zij met iets gekomen waren en met iets wat die club dan ja had kunnen zeggen, dan had het gekund, ja. Ik ga het verhaal Berghuis voor nu afsluiten tot de duidelijkheid is. Er zijn meer spelers die mogelijk vertrekken bij Feyenoord. Jurgensen bijvoorbeeld is het veel over gegaan. Is er al interesse in hem? Momenteel, we hebben dus afgesproken met Jurgens. Jurgens wil graag weg. Hij wil graag naar een nieuw avontuur. Heeft het de laatste, sinds eindelijk hij kwam, hebben we daarover gesproken. Hij zegt, ja, ik ben echt aan een avontuur toe. Maar dat is hem niet gelukt vorig jaar. En nu is het zijn laatste jaar, gaat erin. En hij heeft dezelfde instelling, hij wil heel graag weg. En niet ten nadeel van Feyenoord, maar hij wil gewoon iets nieuws. Nou, dat heeft hij ook gewinterleerd in een gesprek met Arne. En Arne heeft dan ook gezegd, ja, dat lijkt me beter. Dat je dan gewoon daar volop concentreert. En dan ga je voor zelf trainen en dan probeer je even een club te zoeken. Voor ons is het natuurlijk, we zouden hem graag willen verkopen, uiteraard. Omdat kunnen we geld krijgen. Maar tot nu toe is er geen aanbieding gekomen. En dan is het ook een optie dat hij eventueel transfervrij vertrekt, dat jullie het contract ontbinden? Nou ja goed, alles is mogelijk, maar nu streven we af dat een club komt. En dat zien we dan weer wel. Is er veel interesse in andere spelers van jouw Feyenoord? Waarschijnlijk wel. Heel veel. Anders vragen, maar komen er concrete biedingen binnen op spelers van Feyenoord? Er zijn een paar geweest, maar dat is niet interessant voor ons geweest.
Nee. Omdat we willen graag zeker die spelers die we graag willen behouden, die willen proberen te behouden. We hebben wat jonge spelers, hele goede jonge spelers. Vorig jaar hebben we Kuksu hebben we verlengd, we hebben Malasia verlengd, we zijn bezig met Bijlo, we zijn bezig met Geert Ruiten. Nou, dat zijn allemaal jonge gasten die wij heel graag zien spelen van Feyenoord, omdat dat is A, ze worden alleen maar beter, want ze zijn heel jong. En B, dat is natuurlijk ook iets die geld op kan leveren op een gegeven moment. Ja. En dat is iets waar wij dan weer het geld in kan gebruiken in de toekomst van Feyenoord. Ja. Ik hoor je ook Geert Ruida noemen. Die gesprekken lopen nog steeds. Want het is al lang dat jullie met hem eigenlijk in gesprek zijn, toch? Ja, dat klopt. Ja. Maar die lopen nog. Ja. En hoe verloopt dat? Gaat dat goed komen? Gaan we even bekijken. Ja. Ik denk dat ik hoop binnenkort dat we dat nieuws kan brengen daarover, om het zo zeggen. Het gaat over sommige spelers al heel lang. Die zijn eigenlijk al 10 keer verkocht. Als je soms op internet zei, de Kuksu, Senesi. Senesi is al 3 keer naar Napoli gegaan. Hoe concreet is de interesse in die twee spelers? Want dat zijn natuurlijk twee waarvan het ook wel realistisch is dat er interesse is. Toch? Ja, het probleem momenteel nu is dat er zit weinig geld in. Kijk, Engeland, die heeft nooit van corona gehoord. Dus die gaan gewoon door. Ze hebben gigantische megacontracten. Duitsland, die zijn altijd keurig netjes. En dan die andere landen die normaal ook veel koopt. Dat is Spanje en dan is Italië. Ja. Frankrijk zelf. Maar daar zit heel weinig geld door de corona. En we weten van Inder. Dus die eigenaar daar zit een probleem. We hebben Barcelona. En dat is een van de grootste clubs in de wereld. Die zitten in financiële problemen. Ja, dat is nu eenmaal zo. Er wordt veel gesproken, heel veel praat. Maar ja, er is nog geen niets concreets wat dat betreft. Moet jij verkopen? Kortom, ben jij ook zelf proactief clubs aan het benaderen? Wij zouden graag wat spelers willen verkopen. Dus dat is duidelijk. Omdat wij zitten niet in de beste financiële situatie. Ook door corona. Vorig jaar zaten we natuurlijk ook een beetje krap. En nu is het niet beter geworden. Moeten verkopen is een grote woord. Maar als je niks verkoopt, dan ben je natuurlijk ook gewoon gelimiteerd op de transfermarkt. Omdat je zelf binnenhalen. Dan worden meer spelers met huur of transfervrije spelers. Nou, we hebben dus, vind ik, met Gustil is gekomen. Nou ja, goed. Dat is uitstekend. Een tweede keeper, Ofiert, hebben we kunnen halen. Omdat hij wou ook een andere nieuw avontuur hebben na zijn Schotse 5 jaar avontuur daar. Dus dat is dingen waar wij heel blij mee zijn dat we dat hebben kunnen doen. Ja. Pedersen hebben we gekocht. Dus een 20-jarige jongen die nog natuurlijk moeten winnen en ook tijd hebben om zich te ontwikkelen. Hij wordt 21 volgende week. Ja, want laten we het hebben inderdaad over die inkomende transfers. Je noemt er al twee die we hebben gezien, hè, met Til en Pedersen. Gisteren sprak ik Arne Slot. Die was heel duidelijk, zeker in het centrum van de verdediging. Daar moet gewoon zo snel mogelijk iets bij. Wanneer kunnen we dat verwachten? Nou, zo snel als mogelijk. We willen ook graag, maar het gaat over welke spelers die goed genoeg zijn voor ons, waar we denken en wat de mogelijkheden zijn. En dit praten we er ook weer over huur. Omdat kopen is eindelijk niet, nu hier, het CZT, is dat niet mogelijk. Is dat topprioriteit nummer 1? Een rechtsbenige centrumverdediger? Ja, klopt. Ja. En we hebben wat, ik ben ermee bezig. Dus ik samen met de scouts, we zijn ermee bezig om kandidaten te zoeken. Dat hebben we ook. Welke posities staan verder hoog in de prioriteitenlijst waar je mee bezig bent? Nou, eigenlijk dat is rechter centrale verdediger. Dat is momenteel de enige waar wij echt heel dringend op zoek zijn. En dan moeten we kijken waar er gebeurt. Misschien twee zelfs eigenlijk, het liefst. We hebben natuurlijk Geert Ruiten ook, die daar kan spelen. Maar hij is pas klaar in oktober. Maar je moet niet vergeten dat we hem nog steeds hebben. En hij is op 3 posities inzetbaar. Centraal, rechtsback en positie 6. Dus dan gaan we even bekijken hoe snel dat gebeurde. Maar in ieder geval 1, dat 100% heb je gelijk. En dat moeten we hebben. Eigenlijk begint het seizoen al heel vroeg. Hè? In die week van de 20e, ja. Voorrondes Conference League. Dan moet Feyenoord eigenlijk al staan. Dat is ook extra druk, kan ik me voorstellen. Om die selectie al zo compleet als mogelijk te hebben. Nog eerder dan normaal. Of voel je die druk niet zo?
Ja, nee, goed, het is altijd die druk, maar ja, daar ben ik gewend met. Dit is niet zo erg. Maar je hebt wel gelijk, omdat we begonnen al te trainen, zeg maar 21 juni. En daar waren die spelers dan ook niet. Dus die markt gaan open 1 juli. En nu hebben we dus de Conference League, daar hebben we dan die kwalificatiewedstrijd hebben we binnen eigenlijk minder dan 2 weken. En dat is ook iets met maken met Arne zijn nieuwe stijl. Hij wil graag dat die spelers natuurlijk zo snel mogelijk hier zijn, omdat ja, die hebben gewoon tijd nodig om ook te winnen en te leren precies wat hij wil. Om aan nieuwe spelers te komen, Frank, gaat het verhaal rond dat jij zelf in gesprek bent geweest met misschien wel een potentiële investeerder die daarbij kan helpen. Wat kun je daarover vertellen, hoe dat nou precies zit? Nou, over investeerders, dat is natuurlijk Feyenoord die dat doet. En daar ben ik helemaal niet bij betrokken. Ik zorg voor die dagelijkse dingen en daar hoor ik of er iets komt of niks komt. Weet je wel. Nu zoals ik daarin zit is, ik ga helemaal niet vanuit dat iets komt. Ik moet gewoon roeien met de remmen die ik heb nu. En als er iets komt, dan hoor ik het wel van Feyenoord. Dus deze transferwindow, ga jij er niet vanuit dat er dan al een financiële impuls is? Nee, ik ga er niet vanuit. Ik zie er wel. Ik ben er ook niet bij betrokken. Ik vind ook dat zo ook hoort. Dat is Feyenoord, dus de directie, maar zeker ook die raad van commissarissen die daarover gaat. Een paar kleine dingen nog, of althans eigenlijk grote dingen, maar een paar korte vragen nog. Het antwoord kan misschien lang zijn, want er gebeuren ook mooie dingen op de achtergrond. Jullie hebben het scoutingsapparaat vernieuwd, op de Academy zijn er dingen gebeurd. Vorig seizoen heb je veel geïnvesteerd in de belofteploeg. Ik wil over die 3 dingen nog even kort met je hebben, als het kan. Wat betreft die investering in de belofteploeg, is natuurlijk een raar seizoen geweest, eigenlijk door corona niet afgemaakt. Ja. Maar ligt die prioriteit bij jou wel nog steeds om ook dat team richting die piramide uiteindelijk te loodsen? Speelt dat nog steeds? Absoluut. En ik denk ook dat Feyenoord duidelijk heeft laten merken doordat we Siepke Hulshoff binnengehaald hebben. 2 jaar lang assistent-trainer van Wim Jonk in Volendam. Dat is een trainer die wij verwachten veel van hem. En hij komt natuurlijk niet 1, 2, 3 naar Feyenoord als wij dat niet serieus nemen. Dus dat wordt hetzelfde budget als vorig jaar. Met invulling van alles nog, assistent trainen, met fysieke trainen, met alles erop en eraan. En we gaan voor de kampioenschap. Vorig jaar was het heel moeilijk, dat was ook de eerste keer. En toen kwam die corona, we hebben 3 wedstrijden gespeeld, 2 verloren en 1. Maar we waren eigenlijk best tevreden erover hoe die ontwikkeling ging. En boom, daar stopt het. En daar konden die jongens niet meer voetballen. En dat is verschrikkelijk voor deze jongens. Een hele jaar lang eigenlijk geen fatsoenlijke wedstrijd kunnen spelen. Dat is moeilijk en dat is gewoon achteruit gaan, hè, in plaats van niet eens stilstaan, maar echt achteruit gaan wat dat betreft. We zijn er volop bezig nu, we zijn ook begonnen. Hè. Zaterdag begonnen we onder 21 te trainen en we gaan er volop. Dinsdag is de eerste oefenpartij. Dat is natuurlijk de top van de Academy, dat is het hoogste team. Ja. Er gebeuren sowieso veel dingen, ook bij de teams eronder. Kun je in het kort uitleggen wat daar nu precies aan het veranderen is voor de mensen die nooit op Varkenoord komen? Wat is daar nu veranderd? Nou, we hebben René Kolen. Hij is de hoofd van de Academie, hoofdopleider. Hij was onder 21 trainer vorig jaar. Die hebben we verschoven daar naartoe. Dus hij is hier voor de komende 3 jaar. Daarbij hebben we een nieuwe functie, de methodology. En dat wil zeggen dat eigenlijk hij moet overzien en bewaken die filosofie van die speelwijze van Feyenoord in de bovenbouw. En bovenbouw, middenbouw en bovenbouw. Dat wil zeggen van onder 13 tot onder 21. Daar ga hij tussen met die trainingen, met de trainers praten, op de veld staan. Dat we ook wel degelijk die filosofie en die manier van spelen en trainen die wij samen met alle trainers samen hebben besloten. Dat alle elftallen op dezelfde manier gaan spelen? Ja, ja. En ook dat we gedeeltelijk in het seizoen anders gaan spelen. En dat is allemaal in belang van opleiding. Hè? Dus dat hoeft niet altijd 4-3-3 te zijn, maar dat allemaal dat het bewust is, dat het structureel is, met een idee achter. En daar is hij samen met Rini, is hij dan die man die dat moet uitvoeren. Dus die wordt hartstikke leuk. Andere ding is natuurlijk niet onbelangrijk, dat is Van Persie. Van Persie is fulltime trainer onder 16.
En tegelijkertijd, hij is nu hiermee op het trainingskamp ook. Eén tot twee dagen gaat hij per week voor de eerste elftal trainen. Dus dat is de brug ook van de jeugd richting de eerste elftal. Wordt hij natuurlijk ook bewaakt daardoor. Maar ook door Rini en ook door Sipke Hulshoff. En is er ook nog eens een heel nieuw scoutingsteam voor de jeugd en voor het eerste, geloof ik, nieuw, toch? Nee, het is meest van de senior. Het is meest van de senior, omdat James van der Kraan, hij is er geweest en hij is zeg maar hoofd of van de jeugd. En dat is van zeg maar van 16 jaar, 17, 16 jaar en onder. En dan komen wij aan de slag. En daar heb ik nu 7 mensen binnen. Van 4 maanden geleden hadden we 0. We hebben 1. Dat was de Deen die ik gehaald heb. Dat was hard nodig. Dat was Bjarne. Ja, dat was hard nodig. Maar op zich was het ook wel heel leuk en interessant. Omdat ik kon van scratch beginnen. En dat heb ik nooit meegemaakt. En dan kon ik kijken welke mogelijkheid hebben we. En dan met mensen praten. Hebben ze mijn filosofie erover. Hebben jullie zin om mee te gaan in deze? En ik ben hartstikke tevreden. Eindelijk zijn wij nu hier. Ik denk vandaag hebben wij die 2 laatste. Of de 3 laatste hebben we dan ook naar buiten gebracht. Dus dat zit alles erbij. Dat zit dus live scouting. Dat zit data scouting. Dat zit alles erop en eraan. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Er zit iemand die ook programmering kan. Dus dat we zelf onze eigen programma kunnen maken in de toekomst. Daar verheug ik me echt op. Jonge mensen die echt heel veel zin heeft om te knallen. En dat heb ik nodig. Er moeten een beetje mensen zijn die gaan niet kijken van 9 tot 5. Dat gaat niet. Dat is dus, maar dan komen er, Frank, de komende scoutingsrapporten binnen en jij zit daar met bijna een lege portemonnee. Dan schiet het er wel niet op. Nee, maar kijk, daarom hebben we natuurlijk dagelijks gesprekken. Dan heb je 2 scenario's. Als je geld hebt en als je geen geld hebt. En die gaan vanuit nu dat er geen geld is. En dat is dus zeg maar transfervrije spelers. Oftewel spelers die je kunt verhuren. Maak 2 lijsten. Die je kunt huren. Ja, je maakt 2 lijsten en daar ga je altijd vanuit. En daar gaan we dan aan de slag. En wat het heel interessant is en ook leuk, dat is die lijst vandaag is die lijst van morgen niet. Omdat er gaan spelen weg. Nou, ik ga tekenen daar, dus die kan je af. En opeens komt er een nieuwe. Waar een club zegt, ja, er komt een nieuwe coach. En zegt, ik heb mijn lichaam niet nodig. Oh, ik heb met die mensen gesproken van 2 maanden geleden. Dat was absoluut onmogelijk. En opeens komt die wel, omdat een nieuwe coach, bijvoorbeeld. Hè. Dus daarom zijn we heel alert. En die scouts, ik heb 3-4 keer per dag heb ik telefonisch contact met hun. Hoe gaat het inderdaad? En zo moet je dat doen. En dan proberen de best mogelijke oplossing te vinden, wat er past in de filosofie van Arne. En dat het haalbaar is.